Hey mensen, dit is Ons Gaming en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van de F1 carrière. En we zijn in Duitsland, de 11e race van het seizoen. We zijn weer terug geweest van Hockenheim, het is weer terug op de kalender. En we gaan zo meteen eens kijken wat we ervan gaan maken. De komende weken gaat het lekker druk worden op dit kanaal, want we hebben natuurlijk Formule 1, maar ook Forza Horizon komt eraan en natuurlijk FIFA 19. En vanmiddag ga ik ook al meteen een video uploaden van de PSV carrière, dus als je dat leuk vindt, dan moet je dat zeker even checken deze middag. Want natuurlijk kijk dat de like knop en vergeet ook zeker niet te abonneren. Volg mij ook op Instagram. Want daarmee communiceer ik eigenlijk het meeste met jullie. En maak ik ook de winnaar bekend van de winactie komende dinsdag. Laten we nu gaan kijken naar de 11e race van het seizoen in Formule 1. Goed. Zoals ik al zei, Hockenheim, het is dus weer terug van weg geweest. We zijn er een tijdje niet geweest en zijn dus nu weer terug op het Duitse circuit. Hockenheim, een kort baantje eigenlijk, een best wel chill baantje eigenlijk. En meestal ga ik daar best wel prima. De weersverwachtingen voor deze race en dit raceweekend zijn prima. Er wordt in ieder geval geen regen voorspeld. Als we kijken bij de arrivals, dan staan we voor op Leclerc en we staan iets achter op Carlos Sainz. Nou goed, dat... kan gebeuren ten opzichte van Sainz natuurlijk. Hopelijk kunnen we hem deze race gaan verslaan. Als we kijken bij de updates dit weekend, dan zijn er wel weer wat teams die wat hebben meegebracht. Vooral in het middenveld is het weer druk. En ook het team van Williams heeft een updateje meegebracht. Het team van Renault volgens mij. Haas, McLaren. Wij zelf niet. We blijven dus zelf een beetje hangen eigenlijk. We staan wel voor Force India, Toro Rosso en Williams. Dus wat dat betreft gaat het prima. Standkampioenschap, ja, de beide heren van Ferrari leiden dat eigenlijk. Raikkonen dus bovenaan. Hamilton valt eigenlijk nog steeds tegen. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe het op de baan gaat. Het circuit van Hockenheim, ik zei het al, ik ga daar meestal wel goed. Ondanks dat er niet elk jaar gereden wordt op dat circuit. Ja, ik vind het gewoon een best wel een lekker baantje. Het is een bekend circuit natuurlijk. Het zit in meerdere racegames. Ook in Forza Motorsport zit deze baan. Dus wat dat betreft komt het eigenlijk elk jaar wel weer terug in een of andere game. En zo blijf ik natuurlijk wel gewend aan dit circuit. En ja, wat me eigenlijk opviel is dat de meeste practice programs in de vrije trainingen best wel makkelijk gingen op deze baan. Het ene circuit is het wat lastiger dan op de andere. Maar hier in Hockenheim gingen de meeste opdrachten best wel gemakkelijk. En dat is best wel chill. En als die opdrachten meestal makkelijk gaan, dan is dat vaak een voorteken voor een prima weekend. Dus laten we hopen dat we dat dan dit weekend ook zeker hebben. Dus goed, de eerste vrije trainingen zaten dan op en we sluiten die af op P12. Ja, daar is op zich niks mis mee. Ik had ook in de eerste vrije training nog niet echt echt gekeken naar snelle rondetijden. Leclerc staat net boven mij. Dus het zag er op zich best wel prima uit. Opvallende dingen. Ja, de McLaren's, tenminste Alonso, zat er wel prima bij. Dus ja, dat is dat eigenlijk. Dan gaan we daarna door meteen naar vrije training nummer 2. Zo, ook daar zaten we eigenlijk gewoon op de oké bij. P12 en Leclerc op P8 zelfs. Dus de sauber lijkt gewoon best wel lekker te gaan hier in Hockenheim. En in de derde vrije training, ja, toen begon ik eventjes met wat serieuze tijden neer te zetten. De qualification practice had ik gedaan. We reden natuurlijk op de Ultrasoft en je ziet dat we staan op P2. De beide heren van Renault staan achter mij. Deze vrije training is natuurlijk niet echt serieus te nemen, want ja, goed, wij op de P2 en de beide Renault's op 3 en 4. Zo gaat uiteindelijk de race waarschijnlijk niet worden. Maar je weet het nooit, je weet het natuurlijk nooit. En dan gaan we nu dus door meteen naar het echte werk. En dan gaan we dus kijken naar de kwalificatie van de grote prijs van Duitsland op de Hockenheim Ring. Dat vroeger natuurlijk een heel andere baan was dan nu. Ik weet nog wel, toen ik begon met Formule 1 kijken, was dit altijd echt een circuit met belachelijk hoge snelheden. Die gehaald werden op de lange rechte stukken. En tegenwoordig is het een heel ander circuitje geworden. Ja, ik denk wel dat het misschien een beter circuit is geworden. Maar natuurlijk, de oude Hockenheim Ring was natuurlijk wel een legendarische baan. Maar goed, ze veranderen het een en ander bij de Formule 1, dat weten we. En de ene verandering pakt goed uit en de andere niet. Ik denk dat het veranderen van de baan hier in Hockenheim, dat het op zich wel prima heeft uitgepakt. Nou, in Q1 hebben we dan inmiddels een tijd neergezet.
En dan ben ik aan het kijken wat de rest eigenlijk aan het doen zijn. En we vallen eigenlijk niet zo heel erg ver terug. We staan nog op de 7e plek, dus dat is op zich wel prima. Maar toch ga ik voor alle zekerheid terug de baan op om eventueel mijn positie te verdedigen. Het kan zomaar zijn dat sommige auto's ineens in hun laatste run natuurlijk een hele snelle tijd neerzetten. En dan kan het zomaar zijn dat je in Q1 uitlicht. En dat moeten we niet hebben, zeker niet nu de snelheid er goed in zit. Ik probeer mijn tijd dan te verbeteren, dat lukt niet. En daardoor blijven we dan dus uiteindelijk op P8 staan. Dat betekent wel dus dat wij door zijn naar het Q2. En datzelfde geldt ook voor Leclerc. dus dat is best wel chill. Ja, het is weer slecht weer trouwens buiten, jongens. Het is, de zon is weer voorbij. En ik merk het al meteen. Het is meteen weer gekloot. Ik heb nou weer last van mijn stem. Het is echt 2 dagen lang is het al niet meer zomer. En het is al meteen weer helemaal kloot. Hè? Goed, je ziet wie er uitgevallen zijn. De beide heren van Toro Rosso. Ik zag ook Van Doorn erbij staan. En de beide heren van Williams. Dus wat dat betreft daar niet echte verrassingen. Dit zijn dan beelden van Q2. En in Q2 zetten we dan de eerste tijd neer. En dat is gewoon meteen de snelste tijd op dat moment. En dat betekent zelfs dat we nog voor Verstappen en Grosjean staan. Dus dat zag er wel goed uit. Even later in Q2 zijn we dan teruggezakt naar de 4e plek. Nog niet iedereen had echt een hele snelle tijd neergezet. Ik zelf ben dan ook niet bezig met een nieuwe verbetering. En dan komen we uiteindelijk over de streep. Wel op P4. En dat ziet er dus wel heel goed uit. Het was een hele rare kwalificatie eigenlijk, die Q2. Want je ziet de beide heren van Ferrari er niet echt heel erg goed bij zitten. En uiteindelijk vallen dus Leclerc, Magnussen, Perez, Grosjean en ook, even kijken, Ocon uit. Of af. Dus op zich verrassend dat we heel makkelijk door waren naar Q3. Nou, dat zijn dan beelden van Q3. En in Q3 zet ik uiteindelijk een 4e tijd neer. Maar goed, is dat dan uiteindelijk ook de plek waar we op gaan eindigen? De antwoord op de vraag is, we zullen het gaan zien. Inmiddels zijn we dan aan het wachten en kijken wat de rest doet. We vallen dan terug naar P8 op dat moment. Dan wil ik eigenlijk mijn tijd nog verbeteren. Heb ik wat kleine foutjes gemaakt in mijn laatste run. En dan weet je eigenlijk al voldoende, dit gaat hem zeg maar niet meer worden. Deze ronde is niet goed genoeg. En dan is het dus eigenlijk klaar. Ik wist het hier al. Ik ga hier al van mijn gas af. En helaas, vergeet het maar. Maar goed, aan de andere kant, we staan op P8. En dat is natuurlijk best wel oké. En dan gaan we zo meteen eens even kijken naar de startopstelling. Of we ook echt daadwerkelijk 8e zijn geworden. Met de rivals, we verslaan natuurlijk Leclerc. En we pakken ook nog eens punten ten opzichte van Sainz. Dus dat is het. Wat dat betreft goed gedaan. Natuurlijk hebben we ook weer een hele belading aan resource points gekregen. En ja, die hebben inmiddels ook best wel weer wat. We zitten inmiddels al op 2260 punten. En dat betekent dan dus dat we binnenkort weer nieuwe updates kunnen gaan aanvragen. Het team van Toro Rosso, het team van Williams en het team van McLaren zijn op dit moment het meest geïnteresseerd in mij. Ik heb het al vaker gezegd. Toro Rosso en Williams zijn eigenlijk geen optie om daar naartoe te gaan het volgende seizoen. McLaren is dat wel. Maar het liefst zou ik natuurlijk eigenlijk naar het team van Renault gaan. Maar goed. We gaan eerst maar eens even kijken hoe het hier ons afgaat in Duitsland. We gaan eens even kijken naar de startopstelling. Het circuit ligt er mooi bij natuurlijk. Het is 25 graden precies. De zon schijnt. Het kan eigenlijk allemaal niet misgaan deze race. Er wordt in ieder geval geen regen voorspeld. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk allemaal positief. En dan gaan we eens even kijken wat de startopstelling precies is. Wie heeft de pole position gepakt? Het is Hamilton en Bottas. In een thuis Grand Prix eigenlijk voor Mercedes natuurlijk. Dan hebben we Vettel en Ricciardo. Dan Raikkonen, Max Verstappen. Hulkenberg zit goed bij. Ik dus uiteindelijk toch gewoon op de P8. Alonso en Sainz. En ja, de rest zien jullie vanzelf wel. Mijn teamgenoot Leclerc uiteindelijk op P14. Dat komt door een penalty van Ocon. En ook Gasly heeft een penalty te pakken. Dus dat is dat eigenlijk. We gaan het zien. We gaan het kijken. De grote prijs van Duitsland is in onderweg inmiddels. En de lampen zijn dus uit. En hebben wij een goede start? Niet heel erg. Want Alonso is ons meteen voorbij. Sainz zit hier aan de buitenkant. En dan krijg ik meteen een warning. Nou, volgens mij was het contact tussen mij en Sainz bij deze start erg minimaal. Maar oké, ik krijg dus meteen in ieder geval een warning aan de broek. We zijn in ieder geval allemaal zo te zien zonder echte kleerscheuren de eerste ronde
ja, of het eerste paar bochten voorbij eigenlijk. We zagen Alonso en Max Verstappen wat contact hebben met elkaar. Dan hebben we dit hele lange rechte stuk. En dan ben ik aan het kijken van, kan ik deze auto's nog inhalen meteen? En ja, dat lukt. Alleen ik verrem mijn eigen wel. Maar gelukkig is Nico Hulkenberg goed aan het opletten. En laat hij wat ruimte, waardoor ik uiteindelijk niet tegen hem aanbots. Maar ik pak dus in één bocht zowel Max Verstappen als Alonso. Het was eigenlijk de bedoeling om alleen Alonso te pakken. Maar op een of andere manier komt het allemaal precies zo uit dat ik ook meteen Max kon pakken. Hier zien we nog even een houding van de start. Ja, je zag dat ik meteen eigenlijk Sainz probeerde tegen te houden. Ik kneep hem zelfs een beetje af. Waarschijnlijk dat ik daardoor de penalty heb gekregen. Maar goed, we zijn in ieder geval de eerste ronde door en we liggen op P7. Ja, Max Verstappen natuurlijk in zijn Red Bull is natuurlijk wel wat sneller en probeert hem hier aan de binnenkant voorbij te zetten. Dan hebben we zelfs wat contact. Dan is deze eerstvolgende bocht natuurlijk voor Max en dan ben ik aan het opletten waar Max dan blijft. Nou, daar dus, krijg ik weer een tik van hem. En dan is hij er dus voorbij. Maar goed, we hebben natuurlijk het lange rechte stuk en onze motor is natuurlijk een tikkeltje beter dan die van Red Bull. En op het rechte stuk in de slipstream weet ik dan Max weer terug te pakken. Dan gaat het hier eigenlijk gelijk op. Krijg ik weer een tik van onze Max en schiet ik hier iets door. Weet Max weer terug te kruisen? Jazeker. En dan zit hij hier dus weer aan de binnenkant en is hij dus weer voorbij. En dan laat ik hem hier staan. Max eigenlijk ook. Hebben weer contact. Probeert hij hier eigenlijk buiten om te gaan. En dan knijp ik hem hier af. En dan zijn we er eigenlijk gewoon, na een behoorlijk heftig gevecht, toch voorgebleven. Maar een rondje later is Max er dan eigenlijk op een plek waar ik het niet verwacht had. Aan de buitenkant zelfs er toch gewoon voorbij. En nou is hij er dan ook wel echt voorbij. En vallen we dus terug naar P8. Mijn bandjes, de Ultrasoft band waar we op gestart waren, die waren eigenlijk al meteen na de eerste paar ronden echt helemaal naar de kloten. Ik was dus zoals jullie zien aan het kijken van wat ik het beste nou kon doen. Want eigenlijk was het de bedoeling dat ik pas zo rondje 7-8 zou gaan stoppen. Maar ik merkte gewoon dat dit hem niet zou gaan worden. Zeker niet op deze set banden. Je ziet al dat Max inmiddels vrij gemakkelijk wegrijdt voor mij. Is natuurlijk ook logisch, want hij heeft natuurlijk een veel betere auto. Maar achter mij, het groepje Sainz en wat er nog meer achter zit, dat komt steeds dichterbij. En ik besluit dus eigenlijk om dus naar binnen te gaan. Heel vroeg, rondje 5, begin van rondje 5 dus. Ja, hele vroege stop. En ja, dan is het de vraag van wat gaat het ons brengen. We hadden eigenlijk dus wat langer willen doorrijden. Maar goed, het gaat niet lukken. En achter mij zie je ook een andere auto al meteen stoppen. En ik was trouwens niet de enige hoor. Dus er waren meer auto's in het begin die last hadden van extreme slijtage aan het begin van deze wedstrijd. Maar goed, we vallen terug achter Hulkenberg. Nou goed, dat is op zich niet zo erg. Want die lag ook voor mijn voor de pitstops. En we vallen dus terug naar P19. Ook Sainz gaat dan naar binnen. Hier doen we een klein stukje afsnijden trouwens. Maar goed, het spel geeft mij daar geen warning voor. Dus dan vind ik het wel prima. Inmiddels liggen we dan dus op de 18e plek. En dan even later hebben we het gat dichtgereden richting een van de heren van Williams. Die rijden op de softband. Gaan dus een lange stint rijden, eerste stint. Maar goed, die Williams, we weten het inmiddels, is natuurlijk gewoon ontzettend slecht. En we rijden dus eigenlijk heel gemakkelijk naartoe. Hier was ik hem bijna kwijt in het bochtje waar Vettel natuurlijk zijn wedstrijd in het echt ja, totaal vergooide. En dan zit ik hier bij Sirotkin. Ja, je ziet het, er zit gewoon echt geen gang in de Williams. Op een heel raar punt kan ik eigenlijk heel makkelijk naartoe rijden. En ben ik het dan dus ook heel makkelijk voorbij. En rijden we dan dus inmiddels op P16. Ja, dat is natuurlijk nog steeds geen punten. Maar we weten dat we nog heel wat auto's kunnen gaan inhalen. Dan is het een raar moment. Het is namelijk Kevin Magnussen. Het is niet de eerste keer dat een Haas dit seizoen betrokken is bij een crash. Ja, hij krijgt een tik van Bottas. Die gooit gewoon de deur dicht eigenlijk. Ik weet niet wie hier nou echt schuldig is. Magnussen kon natuurlijk niet echt een kant op. Of hij had echt extreem moeten remmen. Maar goed, we zien het hier nog aan boord. Magnussen krijgt dus een tik en gaat behoorlijk uit de muur in. En ja, dat is natuurlijk niet zo handig. Daardoor stijgen wij natuurlijk wel een plekje. Magnussen lag tijdens dit incident natuurlijk voor mij. En liggen we dus 15e. Inmiddels heb ik dan ook het gat dichtgereden richting Strolyboli. En rijden we dan dus op P14 al inmiddels. Er zijn heel veel auto's die dus op die softband gestart zijn. Lang eerste stint rijden. Maar ja, ook hun softbanden zijn inmiddels natuurlijk dan al behoorlijk gaar aan het worden. Nou, weer even later hebben we dan het gat richting Hartley dichtgereden. En ook de Toro Rosso is natuurlijk ook niet zo'n hele goede auto. Tenminste,
Qua downforce aerodynamica is hij best wel goed, maar de Honda motor is natuurlijk gewoon niet zo erg sterk. Dus we rijden vrij gemakkelijk richting Hartley. Eigenlijk op hetzelfde punt komen we heel dicht, een stuk dichterbij dan als bij Sirotkin bedoel ik. En dan hier aan de binnenkant, ja, Hartley doet eigenlijk gewoon helemaal niks. Die gooit gewoon de deur open hier zo van, komt u maar. En dan zijn we dus heel gemakkelijk voorbij aan Hartley. En rijden we dan dus inmiddels al op P13. Dus dat ziet er op zich wel prima uit. Het is natuurlijk wel zo, het is een vrij lange race. 34 rondjes. En wij gaan natuurlijk never nooit op deze set banden de race uitrijden. Dus wij zullen nog een keer naar binnen moeten. En dat gaat wel interessant worden. Want er zijn ook auto's die een lange stint rijden op de softband. En daarna een hele lange stint gaan rijden op de mediumband. En er zijn auto's die gaan switchen van soft naar ultra soft. Wij doen het dan ultra soft, soft, soft. Dus er zijn heel veel verschillende strategieën mogelijk hier in Hockenheim. Nou, inmiddels rijden we dan op P10. En dat komt omdat heel wat auto's hun stop gemaakt hebben. We liggen dan achter Esteban, nee, achter Perez. En op P9 inmiddels dan. En ja, dan probeer ik eigenlijk het gat dicht te rijden naar Perez. Maar Perez heeft natuurlijk nieuwe bandjes. Tenminste best wel wat nieuwe banden dan dat ik heb. En ik kom niet echt dichterbij aan Perez. Achter mij is een groepje van Sainz, Ocon en ik dacht Grosjean. En die komen langzaam maar zeker, vooral Sainz komen dan langzaam maar zeker wel wat dichterbij. En daar moet ik dan eens voor oppassen. En ik begin zelf dan ook eigenlijk alweer last te krijgen van mijn banden. De bandenslijtage op deze baan is eigenlijk een stuk hoger dan ik verwacht had. Ik had daar in de vrije trainingen tijdens het testen niet zoveel last van. Maar tijdens de race bleek het toch wel vrij heftig te zijn. Maar goed, inmiddels liggen we op de 7e plek. En dat komt natuurlijk omdat er heel wat auto's naar binnen zijn gegaan. Achter mij ligt dan Daniel Ricciardo. Die rijdt dan bijvoorbeeld op de mediumband. Dus die gaat voor een hele lange stint. En wij moeten ook gewoon naar binnen, want de softband die gaat ons niet naar de finish brengen op deze manier. En dan gaan we dus switchen. Je moet eigenlijk wel weer nu switchen naar de softband. Ik had natuurlijk ervoor kunnen kiezen om de mediumband te pakken, maar ik kies er bewust voor om nog een keer een stint te rijden op de gewone softband. 14 rondes, dat zou in principe gewoon moeten kunnen. We hebben er net een stuk of 15 gedaan, dus dat zou wel goed moeten komen. Alleen de vraag is, hoe ver vallen we nou terug? Het valt op zich wel mee. Sainz lijkt op de precies dezelfde strategie te zitten als mijn, want die ging meteen mee. En daar blijven we dan dus voor en liggen we dus op P13. Nou, inmiddels hebben we dan het gat dichtgereden. Zitten we een rondje 23 richting Gasly. Die rijdt op de mediumband en die rijdt dus een hele lange stint. Wij hebben natuurlijk een vrij nieuw setje softbanden en we rijden dus eigenlijk met twee vingers in de neus richting Gasly. Zit ik hier aan de met DRS en IRS en slipstream en eigenlijk heel makkelijk voorbij. Ik denk dat we niet eens DRS hadden nodig hadden gehad voor deze inhaalactie. En zo zijn we dus naar P12. Voor mij het volgende slachtoffer is dan Leclerc. En heel even later zijn we daar dus ook weer dichtbij. Hebben we dat gat dichtgereden. Leclerc rijdt ook op de mediumband. En ja, dit lijkt wel een soort van teamorde. Want hij laat me er eigenlijk heel makkelijk voorbij. En dan liggen we dus inmiddels op de 11e plek. Voor mij is dan een punt waard, want dat is dan Van Doorne. En ook Van Doorne rijdt op de mediumband. En ja, eigenlijk moeten we dan dus Van Doorne gewoon kunnen gaan pakken. We zitten dan in de 28e, 29e ronde van deze race. En je ziet het, het lijkt wel of die McLaren stilstaat. Heel gemakkelijk gaan we er dan voorbij. Van Doorne probeert nog wel terug te vechten. Zit hij aan de binnenkant en dan is het hier op het rechte stuk. En verrassend genoeg weet Van Doorne mij op dat moment even tegen te houden. Dan die in deze bocht, ja, laat ik hem gewoon staan. En Van Doorne denkt van, ja, weet je wat, laat maar. We zijn er dus eigenlijk heel makkelijk voorbij en liggen dan dus in de punten. Dat is wel lekker. En dat gaat dus eigenlijk best wel prima. Nou, dan hebben we ook een uitvaller. Het is dezelfde Van Doorne. Motortje kapot. Renault motortje. Het is natuurlijk een beeld wat we afgelopen jaren vaak gezien hebben bij mijn video's met de McLaren. Toen was het nog met de Honda motor, maar nu is het dus met een Renault motor. Ook Ocon heeft problemen, want die heeft een lekke band. Helaas reed die achter mij. Dus daar hebben we geen... dan winnen we geen positie mee. Maar goed, we liggen zelf op P10 en dat is natuurlijk best wel prima. En we zijn inmiddels ook al richting het einde van deze race. En sterker nog, we zitten inmiddels al in de laatste ronde. Sainz kwam nog ontzettend dichtbij in die laatste stint eigenlijk.
Maar je ziet het hier. Maar ik heb net genoeg marge weten te houden om hem voor me te houden. Of achter te houden, beter gezegd. En zo worden we dus 10e hier in de grote prijs van Duitsland. We begonnen natuurlijk op 8. En ja, uiteindelijk worden we dan 10e. Is dat dan slecht? Ik denk het niet. Ik denk dat we in de Sauber, als we 10e worden, dat het gewoon een prima resultaat is. Maakt niet uit op welke plek je gestart bent. Ik denk P10, weer een puntje in de pocket, is gewoon prima. Vettel wint in zijn thuis Grand Prix, wat hij eigenlijk ook in het echt had moeten doen. Hamilton wordt tweede, Bottas wordt derde, Max wordt derde, vierde. Ricciardo vijfde, dan Raikkonen teleurstellend op P6. En dan Perez, Grosjean, Hulkenberg en ik dus in de top 10. Dus ja, uiteindelijk gewoon een prima race. Ik denk dat we hier best wel tevreden mee mogen zijn. Natuurlijk start je vanaf P8 en hoop je natuurlijk ook dan minstens 8e te worden. Maar goed, dat zat er natuurlijk helaas niet in. Vettel doet goede zaken, want die neemt het kampioenschap over van Raikkonen. En we zien dat inmiddels nu Perez de best of the rest is. Ja, hoe hebben we het dan gedaan ten opzichte van onze concurrenten? Nou, we verslaan natuurlijk Leclerc op de meeste punten en ook Sainz. Dus dat is goed. We staan nu flink voor op Leclerc en we staan nu inmiddels ook voor op Sainz. Dus dat is wel, wel lekker. We hebben een goed weekend hier wel achter de rug en kunnen dus met een goed gevoel richting de volgende Grand Prix gaan. Dat is geloof ik de Grand Prix van België, Spa. Dat is natuurlijk altijd een hele dikke race. Dus goed, die video zal volgende week online komen. In ieder geval, prima weekendje dus hier in Hockenheim. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ga dan nogmaals op de like knop. Vergeet ook zeker niet mijn andere video's de komende dagen te checken. Onder andere dus de PSV carrière van FIFA 19. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Adios en tot ziens.